De staf van het IMF en de Surinaamse autoriteiten hebben op personeelsniveau overeenstemming bereikt over de zesde evaluatie van het economisch hervormingsprogramma, ondersteund door de Extended Fund Facility. We gaan hierover praten met de heer Karel Eckhorst. Hij is hoofdonderhandelaar met het IMF namens Suriname. En hij is nu aan de telefoon. Meneer Eckhorst, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Roepdaal. Goedemiddag, luisteraars. Meneer Eckhorst, we hebben, wederom goed nieuws. Goed nieuws in elk geval dat het programma voortgaat. Goed nieuws in elk geval dat IMF blijft ondersteunen dat proces tot hervorming van de Surinaamse economie. In dat kader zeg ik ja, goed nieuws. Het is een zesde evaluatie en er is nu op stafniveau akkoord. Wat kunt u ons daarover vertellen? Zoals u het al eerder zei, het is de zesde evaluatie. En op stafniveau hebben we breed overeenstemming kunnen bereiken. Er zijn natuurlijk nog heel wat zaken die nog niet goed lopen en die gecorrigeerd moeten worden. Dat is ook duidelijk kenbaar gemaakt aan de autoriteiten. En dat moet binnen zeer kort termijn gebeuren. U weet dat de volgende testdatum voor een aantal van de targets, een aantal van de structural benchmarks is eind juni, dus eind van deze maand, moeten dan een aantal zaken gehaald worden. En dat is dan natuurlijk, dat wordt dan goed gemonitord en goed bekeken door in elk geval de executive board van het IMF, waar over ongeveer 2 weken de politieke goedkeuring, de definitieve goedkeuring van deze review moet plaatsvinden. Het kan altijd, het is geen wet van mede en persen dat wanneer een review op stafniveau is goedgekeurd, dat ook op politiek niveau dat wordt goedgekeurd. We hebben het zelf ondervonden bij de tweede review in 2022, waar we op stafniveau overeenstemming hadden bereikt, maar op politiek niveau niet. Dus er zijn nog wat zaken die we tussen nu en de derde week, 20 juni, moeten rond hebben voordat ook de board haar goedkeuring hieraan kan geven. Zaken zoals? We hebben wat targets misgelopen en de overheid heeft correctieve maatregelen in beeld gebracht. Die correctieve maatregelen zijn door het IMF bekeken en zijn goedgekeurd, zijn geaccepteerd. Een van de correctieve maatregelen is bijvoorbeeld te maken met afbouw van subsidies op elektriciteit. Correctief wordt opgetreden omdat ondanks de verhoging van de tarieven bleek dat de subsidie bij de overheid toch niet afnam. En daar heeft de overheid aangegeven wat gedaan zal worden. Eigenlijk is die correctieve stap al ingezet, namelijk dat de overmakingen naar staatsolie, de betalingen aan staatsolie door de overheid namens EDS, die zullen daar worden afgebouwd. We zijn ook nog op andere, we kijken ook met argusogen uit naar de goedkeuring van de aanbestedingswet, waarin heel wat zaken zijn ingebouwd die te maken hebben met meer transparantie, betere processen, inzichtelijkere aanbestedingsprocessen. Dat alles, daarna kijken we ook. We hebben begrepen dat volgende week deze aanbestedingswet wordt behandeld in de Nationale Assemblée. We hopen dat hij wordt goedgekeurd. En er zijn ook met betrekking tot anticorruptie wat zaken die ook in lijn gebracht moeten worden. Een van de zaken is natuurlijk dat onze anticorruptiewet in lijn moet zijn met het verdrag dat we 2021 denk ik hebben getekend. Het VN-verdrag met betrekking tot bestrijding van corruptie. Dat is ook een van de zaken waarnaar we kijken. En in september is er een meetmoment voor een ander deel van deze anticorruptiewet. Namelijk registreren en vastleggen van inkomens en vermogens van hoge gezagsdragers en andere
politiek gevoelige functionarissen. Dat alles moet in werking worden gezet. Alvorens we verder kunnen gaan. En dit zijn de targets die ook gehaald moeten worden voor eind van de maand, voordat op politiek niveau daar akkoord over is? Onder andere, er zijn er nog meer. Er zijn ook kwantitatieve targets die gehaald moeten worden, zoals primair balans van de overheid moet betere evenwicht. Op dit moment is dat niet het geval. Dus er moet een betere begrotingsmonitoring plaatsvinden. Maar het belangrijkste waar ik al lang naar roep, al vanaf het begin van dit programma, is het verhogen van de inkomsten, meer inkomsten binnenbrengen. Anders voeren we een scheef programma uit waarbij we alleen maar snijden in de uitgaven, maar aan de inkomstenkant we een beetje minder inspanning zien. Dus er moet veel meer inspanning plaatsvinden aan de kant van de inkomsten. En dat zijn belastingsinkomsten of productie bedoelt u? Ook belasting en niet belastinginkomsten. En waarom lukt het niet belastinginkomsten? En waarom lukt het niet om dat te realiseren? Het ligt aan een aantal zaken. Sommige zaken zijn ons bekend, sommige weer niet. Een van de zaken heeft te maken met capaciteit. Maar natuurlijk horen we dat al jaren, dat er een capaciteitsprobleem is. En we vragen nu dat er eindelijk wat gedaan wordt aan dit capaciteitsprobleem. En natuurlijk zullen er ook politieke zaken spelen waar wij geen inzicht in hebben. Maar ook op dat stuk proberen we de overheid zover te krijgen om al dit soort zaken te overbruggen en de inkomsten van de staat te verhogen. Maar als u zo kijkt naar de vorige reviews die er zijn geweest en waar we nu staan, bent u optimistisch over een politiek akkoord? Ik ben altijd optimistisch als het gaat om Suriname. Vooral als we kijken naar de inzet. Er is veel inzet van overal. De vraag is die inzet voldoende? Moet er niet meer inzet gepleegd worden? Moet er niet meer gefocust worden op de zaken die gedaan moeten worden en minder op politieke issues? Ik denk dat wanneer we naar de board gaan volgende week, ik zie wat punten die zich positief ontwikkelen, zowel bij de centrale bank als bij het ministerie van Financiën, dat die zullen worden meegenomen bij de beoordeling. Maar ik mag u wel zeggen dat het proces tot komen van deze technische overeenkomst heel moeizaam is geweest. Heel moeizaam. Er is veel tegenwind gekomen vanuit de evaluatieafdelingen binnen het IMF. Het is geen makkelijk proces geweest. Ik denk, als ik hem mag vergelijken met de vorige, dat dit een van de moeilijkste processen is geweest in het afgelopen jaar. En laten we alles eraan doen dat in elk geval de dingen die gedaan moeten worden, dat die worden gedaan. Anders ben ik bij de volgende review in september niet zo optimistisch. Dus er zijn correctieve maatregelen voorgesteld. Laten we er aan werken om die correcties te plegen, zodat we onze begroting weer op lijn krijgen. Onze inkomsten gaan verhogen, zodat die in elk geval onze uitgaven dekken. Vergeet u niet dat we ook zitten met aflossen van schuld. Op onze begroting voor dit jaar moeten we ongeveer 400 miljoen Amerikaanse dollars aan schuld aflossen. En je moet daarvoor de inkomsten binnenbrengen. Dus het is een serieuze zaak. Nu meer dan eerder. Een zeer serieuze zaak om die inkomsten binnen te brengen. Ja. Dus zullen we tegen voor eind van het jaar zal die begroting vastlopen. We moeten het hierbij laten, meneer Eckhorst. 61,8 miljoen US dollar indien de board akkoord gaat. Hoeveel tranches hierna nog?
Als we het programma voortzetten en ik zie op dit moment geen tekenen die het tegenstelde laten zien, dan hebben we nog de tranche van, dan hebben we nog de review van september en de review van december en die van maart, dus nog drie. Omdat is afgesproken dat het programma in maart 2025 afloopt. En dan heb ik nog echt een afsluitende vraag. Ik hoor nu al geluiden over eventueel een tweede IMF-programma. Hoe denkt u daarover? We zullen natuurlijk met dit programma, en dat wisten we vanaf het begin, zullen we niet volledig de hervormingen hebben doorgevoerd die nodig zijn. We zullen wel een aanzet hebben gedaan. Sommige hervormingen, heel wat van de hervormingen moeten voortgaan. U weet dat hervormingen vaak middellange, lange termijn zaken zijn. Willen we het met IMF doen, zonder IMF? Het zal natuurlijk liggen aan de keuze die de eerstvolgende regering maakt. In elk geval regeringsoverstijgend en kijken naar de situatie zoals het er nu uitziet, zullen we moeten voortgaan met deze hervormingen. En een aantal hervormingen, vooral die te maken hebben met institutionele versterking, opbouwen, het maken van nieuwe instituten, vooral in het kader van straks offshore oil inkomsten. Daar moeten we heel erg serieus naar kijken. We hebben nu nog de tijd, tussen nu en 2028, dat is het geprojecteerd jaar waarbij we onze eerste olie gaan verkopen. Tussen nu en 2028 hebben we nog tijd om al deze instituten uit de grond te stampen en die er al zijn te versterken. Maar als we deze kans voorbij laten gaan, dan heb ik een zwaar hoofd voor Suriname. Maar we moeten nu, tussen nu en 2028, moeten we er alles aan doen dat we in elk geval institutioneel, structureel voorbereid zijn op de grote ontwikkelingen die aanstaande zijn in 2028. Dat is duidelijk, meneer Eckhorst. We moeten het hierbij laten, maar heel interessant. Ik denk dat we op een ander moment uitgebreider met u zullen praten over de materie. Alsjeblieft. Dank u wel. Goedemiddag.